Cultuur in actie. Ja, welkom. Leuk als u kijkt of je kijkt naar deze livestream. Er is een af en aan komen en gaan van mensen hier aan tafel. Allemaal werkzaam in de cultuur. Bekend, onbekend, voor de schermen, achter de schermen. Van alles. Het is heel mooi om allemaal mee te maken. Ik kan me voorstellen dat je zit te kijken. Misschien nu even dat je niet alles hebt gezien. Er komen ongetwijfeld samenvattingen, maar het gaat erom. We willen de cultuurbranche gewoon in het zonnetje zetten. In ieder geval er aandacht voor vragen, bewustwording. Cultuur is belangrijk. Ze hebben het zwaar, iedereen die daarin werkzaam is. En daar moet iets mee. Wat precies, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar we vinden het belangrijk om er aandacht aan te schenken. En dat vond Erik van Es ook. Erik, hier staat dat jij muzikant bent en op verschillende manieren betrokken bent bij organisaties voor mensen met een psychische of verslavings- of een autisme-achtergrond. Hè? Dus met muziek help jij ook mensen op andere manieren. Klopt. Dit terzijde, ga je zo uitleggen. Waarom vond je het belangrijk om hier te zijn? Ik vind het heel belangrijk om hier te zijn, omdat ik gewoon gemerkt heb hoe vanzelfsprekend mensen cultuur vinden. Je loopt in de supermarkt, je hoort muziek. We gaan naar de bios, we hebben Netflix, radio zet je aan en je hebt muziek. En men vindt het eigenlijk zo vanzelfsprekend. En dat is eigenlijk ook waarom je toch merkt dat de cultuur behoorlijk een slachtoffer is geworden van het feit dat er nu in een vele vervelende tijd behoorlijk gekapt wordt in heel veel kanten. Dat is ook zo. En het is er nu nog. En dat is ook de problematiek. En we hebben het net ook over gehad. Er is nu wel iets. Maar zoals bijvoorbeeld de films en de series. Volgend jaar is het nog maar de vraag wat er nog is. De muzikanten die zichzelf... Ja, het is gewoon heel lastig om daar nu je brood mee te verdienen. Want ze kunnen nergens optreden. Dus daar inderdaad, dat wordt minder. En het gaat erom... De cultuur moet op de een of andere manier geholpen worden om te blijven waar ze is. Zeker. Ja. En daar wil ik zelfs nog een stap verder in gaan. Want we hebben het natuurlijk nu alleen nog maar over de beroepssector. Je hebt natuurlijk ook over te maken, wat doet muziek? Ja. Dat is ook het stukje van waar ik en dat is jouw ding. Erik, nu ga je mij iets uitleggen. Want dat vind ik ook heel leuk. Want hier zitten we, we strijden voor de cultuur. Maar ik word ook echt een stuk wijzer. Hoe help jij met jouw muziek mensen die het lastig hebben? Ja, nou, we zijn vorig jaar vanuit de organisatie List, die dus onder andere betrokken is bij de doelgroep. Ja. En het heet de Muziekmakers. En daarin hebben we een soort proeven gemaakt. En het was 8 workshops. En daarin was creativiteit en muziek een heel, heel groot onderdeel. Dus je begint gewoon bij wijze van spreken met helemaal niets. En vanuit dat ga je eigenlijk automatisch creëren. En dat kan de ene keer zijn met een zure aanzichtkaart. En vanuit die aanzichtkaart... Een zure aanzichtkaart? Nee, sorry. Een aanzichtkaart. Gewoon een aanzichtkaart. Okay. En daarvanuit ga je dan bijvoorbeeld 4 zinnen maken. En dan 1 zin. En dan komt er een woord uit. En voor het weet ga je daar een liedje over maken. Oké, misschien zit ik niet genoeg in de branche, want dit gaat heel ver. Want ga verder. Misschien komt het. Dus nou, in ieder geval in zo'n proces merk je dat de mensen die, of ze nou wel of niet met de cultuur bezig zijn of bekend zijn, ineens zich gaan ontplooien. Mm-hmm. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld helemaal niet ritmisch bent, maar dat je wel merkt, hey, ik vind het wel heel erg tof wat ik aan het doen ben. En je merkt dan... Maar even terug, want ik wil het snappen. Ja. Jij bent verbonden met organisaties en er komen mensen bij jou. En die waarom komen die bij jou? Die willen al iets gaan doen. Nou, niet bij mijzelf hoor. Okay. Dus de organisatie okay, is die, dus... Die sturen ze door naar jou. En ik ben dus onder andere betrokken bij dit. In dit geval ben ik een muzikale ondersteuner. Begrijp ik. En daar zit er iemand bij je en die heeft een psychisch probleem. En dan probeer jij iets te vinden met muziek waardoor dat geholpen wordt. Nee, daar gaan we al veel te diep. Want je houdt het juist heel oppervlakkig. Leg het uit. Mensen komen terug gewoon lekker bij, in dit geval, een ruimte. In dit geval kan het een poptempel zijn in de Meren. Door 2 mensen wordt er een workshop geleid. En je begint bijvoorbeeld met alleen al simpel handklap te doen. En je volgt de kring. En op die manier ga je mensen aanzetten. Het is ook niet echt altijd 1 op 1. Het wordt zeker niet heel diepzinnig en dergelijke. En daarvanuit heb je op een gegeven moment dat je kleine groepjes gaat formeren. Mm-hmm. En voor het weet heb je dan bijvoorbeeld, zoals wat ik gedaan heb, een lied gemaakt. Nou, dat is dus toen allemaal een beetje ontstaan. Nou, dan kwam de coronacrisis. Er waren een paar mensen die uit die workshop op een gegeven moment dingen zijn gaan ondernemen. En die liepen vast. Ja, die konden niks meer. Die konden niks meer. Nou, toen dacht ik bij mezelf, hoe gaaf is het om een nummer te maken op afstand? Dus ik heb 4 mensen benaderd en gewoon gevraagd vanuit wat zij konden doen. En dat begon met een djembe. Stuur mij een djembe-partij op. Ik ga daar een mooie beat op zetten.
Ik stuur dat naar de gitarist, die doet er een gitaarpartijtje bij. Ik stuur het naar de keyboard. Nou, ik heb zelf een thuisstudiootje. En zo ontstond het. En zo ben ik dus gaan knutselen eigenlijk. En het eindresultaat is dat er een lied uit ontstaan. Nou, dan is dat al heel tof. Je merkt dat mensen enthousiast zijn. Dan zeg ik, oké, jongens, gaan we filmen. Want natuurlijk, beeld is ook een stukje onderdeel van de cultuur natuurlijk. Ja. En dan krijg ik dat allemaal toegestuurd. En daarvanuit heb ik dus een clip gemaakt. Ja. En de titel heet Anders dan normaal. En dat vond ik wel erg toepasselijk, ook voor deze tijd. En dat heb je meegenomen, hè? En die heb ik meegenomen, ja. Klopt. Ja, want dat is dus een iets wat is ontstaan door samenwerking heen en weer met de mensen met wie jij werkt. Ja, en dan kijken wat de mogelijkheden zijn en niet de onmogelijkheden. Mm-hmm. Want ja, er zit iemand die heeft een telefoon en die zegt, ja, ik heb een keyboard thuis, maar dat klinkt niet zo mooi. Nou, dus dan krijg je een opname die misschien niet zo gelikt is als wat je normaal in de studio hebt. Mm-hmm. En dan is de uitdaging weer voor mij om te zeggen, hoe kan ik toch zorgen dat dat in dat liedje past en waardoor mensen denken, tof. En dat gaan we nu zien. Ja, dat is opgelost. Nou, leuk, gaan we zien. Worden eventjes gekeken of dat technisch lukt allemaal. Ja, dit is het. Met mijn goede been stapte ik vandaag uit bed. Koning van mijn land, de juiste zetten zijn gezet. Buiten schijnt de zon, van binnen straalt het hart. Het leven wordt geleefd, ook al is het wat apart. Kijk naar alle vinkjes, gecheckt op elk lijstje. Geluid verlaat mijn lippen, het fluit over een meisje. De koffie bruttelt en ik ga nergens heen. Can't reach jungle, ik ben Darcy en zij is Jane. Ook al is even iets, maak er het fijne van. Ziet er makkelijk uit, maar ook vergeet de wereld door je mooie lieve lijf. Al mochten we naar buiten, ik denk dat ik binnen blijf. Ik stil je zoete kusjes en geef haar al mijn aandacht. Beloof de liefde, ik zet het om in daadkracht. De wereld die staat stil, geen hocus pocus. Mijn geest wordt een laser, ik heb je in mijn focus. Lieve schat, we hebben alle tijd. Pas niet dat je aan die left hand side. Ook al is het even niet, pak er het fijne van. Zie veel mogelijkheden. De zon, van binnen straalt het hart. Het leven wordt geleefd, ook al is het wat apart. De koffie bruttelt en ik ga nergens heen. Concrete jungle, ik ben Darcy en zij is Jane. De wereld die staat stil, geen hocus pocus. Mijn geest wordt een laser, ik heb je in mijn focus. Lieve schat, we hebben alle tijd. Pas niet dat je aan je left hand side. Ook al is het even niet, maak er het fijne van. Ja, leuk. Echt leuk gedaan hoor. Ja, ik zit hier in mijn... Ja. Oh ja, nog een paar. Nee, goed gedaan. Dit ben jij. Want ik moest even goed kijken. Je haar is hier iets langer. Ja. Dat was nog toen je niet naar de kapper mocht. Nee, precies. Ja. En de meneer op de achtergrond, bassist? Dat is Jimmy toevallig. Ja. En Jimmy heeft ook toevallig die graphics gedaan. En dat is weer, als je het hebt over creativiteit en cultuur, hoe het alweer verbindt. Je ziet al in zo'n klein filmpje wat er alweer zoveel samen gaat. Ja. En dat vind ik de kracht eigenlijk ook van cultuur. Ja. Het is een uitlaatklep. Het geeft je ook nog eens een keer een podium in dit geval. Want dit vertelt denk ik heel goed
waarom het zo belangrijk is. Dat heb je op die manier kunnen uiten. Ja. En je hebt ook, het is een emotie natuurlijk. Ja. Dus zodoende. Ja, en dat, het geeft ook emotie. En, het is mooi gedaan. Jouw liefde voor muziek en voor jouw vak, daarmee help je andere mensen. Die bloeien op en ze vinden ook hun talent. Ja. Dat is mooi. Mooi. Dank je wel voor je verhaal. Ja. Ik hoop dat je je werk kunt voortzetten. Want je kan niet online dingen blijven doen. Ik denk wel dat er... Klopt. Nee, dat is ook zo. Wat contact nodig is. Nee, klopt. Ik bedoel, er zijn nu toevallig wat projecten op stapel waar ze dus allemaal aanvragen voor doen. En het is natuurlijk de vraag, komt daar wel of niet subsidie? Ja. Dus we hopen inderdaad dat dat doorgaat. Want dan kunnen we dat nog meer mensen bedienen waar weer hopelijk weer nieuwe talenten uit voortkomen. Ja, en dat maakt het in ieder geval een beetje vrolijker wat jij doet. Dus daar moet gewoon meer van gebeuren. Dankjewel, Erik. Wil jij een mooie handtekening zetten? Zeker. Op het bord. En namens hoeveel mensen ga je die zetten, denk je, 10. Ongeveer? 10. Dus zeg maar, deels is het de band waar ik natuurlijk in zit. Want we zitten ook als muzikant, zit je stil. Oké. Okay. En daarbij dus dan in dit geval de mensen die ook in de clip meegaan. Tellen we die mee. Dankjewel. Erik van S.